Yo gasten, welkom bij deze nieuwe video. Dit gaat over de 24 uur stream die waarschijnlijk op 3 augustus gaat plaatsvinden. Ik doe even mijn geluid wat zachter. 3 augustus gaan we waarschijnlijk 24 uur stream doen. Ligt er ook aan, als misschien kan iedereen niet. En misschien heb ik gewoon echt geen zin in, ben ik super moe of voel ik me echt niet lekker. En dan kan het zijn dat ik niet ga doorgaan. Kijk, ik ga geen 24 uur stream doen als ik het gewoon niet leuk vind. Waarom zou je dan een 24 uur stream als je het niet leuk vindt? Kijk, sommige mensen die doen gewoon een 24 uur stream omdat ze subs of zo erbij krijgen. Want dat zei Epicness NL, dat het daarmee doe ik samen straks ook een serie. Ja, niet echt een serie, komen jullie nog wel achter. En hij zei ook al, de meeste mensen gaan nu 24 uur streams doen voor subs. Waarom? Wat heb je eraan? Ik bedoel, waarom zou je daar subs voor krijgen eigenlijk? Maar maakt niet uit. Ik vind de stream wel te leuk. De 12 uur stream vond ik echt super leuk. En die was uiteindelijk 15 uur ook geworden. En we waren toen wel echt moe. Want ik was 36 uur totaal wakker die dag. En ik vond het toen echt leuk. Dus toen had ik echt gewoon zin in. En vond ik het echt leuk om te doen. Dus daarom, ik ga het doen als ik het leuk vind. Als ik echt zin in heb. Als ik gewoon feedback krijg. Van mensen het willen. Bijvoorbeeld, toen keek Fien helemaal. En dat was gewoon super vet dat ze mee wou gaan kijken. Ferry keek hem ook helemaal. En wij deden zelf ook gewoon goed mee. Niet iedereen kon natuurlijk blijven. Sommigen moesten gewoon weg. Maar ik ging met Jordi en Winston. Gingen we de hele 15 uur toen door. En daarna nog steeds gingen we ook even door. Dat was super leuk. En ik hoop dat het 3 augustus weer gaat gebeuren. Ik moet nog even alles overleggen. Ja, het is al bijna. Dus daar moet even alles gebeuren. Ik moet even een microfoonstatief bestellen. Dat is dat ik mijn microfoon ophang. Dus dan heb je geen... hoor je mijn toetsenbord minder ook. Want dan hangt die boven mij. En nu heb ik hem gewoon recht voor me staan. En met mijn toetsenbord achter. Zoals je ziet, hoor je dit. Dan klik ik. En ik klik soms nog best hard. En ik heb ook een toetsenbord die je best hard hoort. Dan ga ik waarschijnlijk ook een nieuw kopen. Ik weet nog niet welke. Misschien weten jullie een vette. Die niet veel lawaai maakt. En wel gewoon chill is om te gebruiken. En fijn vind ik ook dat je kan instellen gewoon qua toetsenbord het geluid. En ja, ik hoop dat jullie leuk gaan winnen die 24 uur stream. Als die niet doorgaat, spijt me. Klik even op mijn groen duimpje. Geef je een reactie dat jullie vet gaan winnen dat de 24 uur stream komt. Als jullie dat vet vinden. Dan heb ik er ook echt gewoon meer zin in. Dan komt die waarschijnlijk ook als ik gewoon feedback erover krijg. En ja, ik hoop dat jullie dat even doen. En ja, natuurlijk zie ik jullie dan later. En ik hoop dat jullie hierna je zin gaan hebben op dit kanaal. En dat jullie gewoon vet vinden. En als jullie alleen op streams kijken. We hebben ook nog normale video's. We uploaden zo vaak mogelijk. Maar Tom, Job en David zijn nu op vakantie. Dus daarom upload ik nu mijn eentje. Normaal doen we dat met meer mensen. Dat is vooral meestal Job of Tom doen dat. David doet gewoon mee met die video's. En daarom is dat nu niet zo. Dus daarom doe ik alles in mijn eentje. En zijn er ook minder uploads. Zodat jullie dat in de gaten hebben. En ik zie jullie later.